Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Sam zit daar lekker in zijn pyjama. Liam en Jordi zijn naar school. Niels heeft eerst Liam weggebracht. Toen heb ik Jordi klaargemaakt. Toen is Jordi weggebracht. En ik ga straks Liam weer halen. Het wordt vandaag wel een beetje een aparte dag. Niels is tegen 11:15 thuis. En dan is de bedoeling dat hij naar cursus gaat om 2 uur is hij weer weg. Tot ergens laat vanavond. En dan ben ik er voor de kindjes. Dat is hoe het gaat zijn. Dus ik weet niet wat ik vlog vandaag. Want ja, gewoon druk. Dat. Dus ja, zo zit het. Ik ga daar ook nog even proberen te editen. Ik heb de edit voor vandaag die ik online moet zetten al wel klaar. Maar ook die van vrijdag wil ik even klaar hebben. Dus ja, dat. Nou, ik heb eigenlijk gewoon weg een dag gehad wat rustig was. Of ja, rustig. Ik heb gewoon me rustig gehouden. Laten we het daarop houden. Ik had straks Liam van school gehaald. Ze hebben gegeten, zijn hier op de bank geploft en ze zijn in slaap gevallen. Zowel Liam als Sam. En Niels die kwam thuis. Ik ben gewoon naar de winkel gegaan. Niels wou Tosti, dus ik heb gewoon spullen voor Tosti gehaald. Toen was het alweer tijd bekend om te gaan. Om Jordi op te halen en Niels weg te gaan. Dus we zijn net thuis om Jordi op te halen. En Jordi heeft zijn jas al uit. Nou moet ze hebben nog. Liam heeft ook zijn jas al uit. Dus nu gaat Sammy de jas uit. Hoppakee. En hoppakee. En ik moet nog tot vanavond heel laat. En ik hoop dat ze op tijd slapen. En nee, dit heeft er niks mee te maken dat ik ze beu ben of wat dan ook. Nee, ik ben gewoon lichamelijk momenteel eventjes een wrak. Ik doe alle zorg die nodig is. Maar dat was het ook wel. En heb ik ook met Niels afgesproken. Ik ben nog iets aan het eten. Ho. Maar goed. Dat was het wat ik wou zeggen. Nee, was niet. Ik heb granaatappel meegebracht. De vorige keer dat ik granaatappel meegebracht ben ik niet aan toegekomen. Was gewoon rot. Nu heb ik hem vandaag gehaald. En ik wil hem eigenlijk vandaag of morgen even gaan proberen. Ik heb wel ooit eens granaatappelpitjes en alles gehad hoor, daar niet van. Maar, kijk er even bij, toen was ik klein. Ik was nog jong. En ik wil ook weten hoe dat die twee van mij daar vinden. Jordi zal het niet eten hoor, maar ik wil wel weten hoe dat Harry en Harry het zouden lussen. Dus, vandaar. Als ik het ga proberen, ga ik het filmen. Jan, waarom heb je zonnebril op? Het kind is gek. Echt, het kind is echt gek. Jij ook, jij bent ook gek. Ja. Ja, pak hem dan. Pak hem dan. Hier is er eentje die... Ja, die gaat zo vallen. Maar dat. Dat. Waarom heb je zo'n zonnebril op? Joef, hou op. Ja, ik weet het. Mama gaat het zo maken voor jou. Als kinderen niet meewerken en je moet eten maken, is heel leuk, hè? Ik ben blij dat ik vandaag voor frietjes heb gekozen, want ik denk dat ik doorgedraaid was. Het is nu bijna 6:30. Ik heb net pas het eten klaar, want ik heb alleen maar ruzie in de kinderen gehad. Nee, hoe. Een hele goede morgen.
Gisteren kon ik de kinderen zo erg achter het behang plakken. Dat was echt niet grappig meer. Dus ik heb heel weinig gevlogd, want ik was continu met die kinderen bezig. Als ik al bijvoorbeeld eten wilde gaan maken, dan begon Liam of Sam of Jordi alweer te etteren. Dus ik had dat. Dus, en gisteravond was ik zo kapot. Niels kwam om 10:30 thuis. Niels kwam om 10:30 thuis en ik had gewoon nog niet opgeruimd. Het lukte me niet, want ik ben tot 10:30 bezig geweest met kinderen. Eerst Liam, die een beetje aan het etteren was, maar hij was gewoon oververmoeid. Die is uiteindelijk in slaap gevallen. Jordi is aan het etteren geweest. Sam die is in slaap gevallen en die is daarna wakker geworden. Dus die is ook aan het etteren geweest. Vannacht, precies hetzelfde verhaal. Liam is even wakker geweest. Jordi is wakker geweest en Sam is wakker geweest. Dus, ja. Ik ben even klaar mee. Maar goed, volgende week is Niels ook thuis. En dan heb ik gelukkig een week eventjes wat rust. vanochtend hadden we dus ons geslapen, omdat het dus vannacht ellende was. Niels die heeft Liam naar school gebracht, Jordi naar fysio gebracht. Ik heb daarna Sam aangekleed en toen ben ik met Sam gewoon naar de winkel geweest en daarna Jordi van fysio opgehaald. En nu zijn we weer thuis. En dat was al mijn ochtend. Dus het was al een race tegen de klok met alles. En, maar ja, hè? Komt goed. Komt goed. We doen ons best. Meer kunnen we niet doen. Dus dat. Verder gaat zoals het gaat. Ik had gisteren dus die granaatappel gekocht. En ik dacht, laat ik hem nu maar eens gaan snijden. Laten we maar eens beginnen. Ik weet dat je het... los moet maken. Dat is echt lang geleden dit hoor. En dan moet je hem doorsnijden. En hebben we dit. Dat ruikt wel goed. Dan pak je dit ding. Wat er een... ja hoor. Kunnen we niet gewoon dat doen? Ja, dat kan ook. We doen het gewoon weer à la Mandy, jongens. À la Mandy is veel beter, voor mijn idee. En dan kunnen jullie allemaal zeggen, ja, je moet zo, zo, zo doen. Ja, daar heb ik nou niks meer aan, hè. Ik denk ook niet dat het zo echt een heel dingetje gelukt was, want ze zitten er vrij diep in. Ik ga heel even verder zo en als ik ermee klaar ben, ga ik het proeven. Even een leuk weetje over dit spulletje. Wist je dat daar vroeger de grenadine van gemaakt werd? Dus limonadesiroop. Dus bij deze, I would catch a grenade for you. Daar moest ik gelijk aan denken, sorry, dat is mijn humor. Goed, ik heb het gemaakt. Ja, ontpit, zo noem je het. En laten we het proberen. Het is echt al lang geleden, dus ik kan mijn eigen smaak ook niet meer naar voren halen. Een beetje zuur. Ja. Echt grenadine smaak.
Niet vies hoor. Dat niet. Ja. Dus, zou ik het nog een keer doen? Nee. Het is gewoon omdat ik het wou proberen. Jordi kan het niet eten. Misschien Liam. Ja, misschien wel. En anders geef ik het morgen gewoon mee aan Niels. Hoe heet met je? Maar het is niet vies hoor. Maar, ja, dus dat. Weten we dat ook weer. Nou, het is weer zo'n dag hoor. Niels komt sowieso later, maar de kindjes hebben honger. Dus ik ga sowieso niet op Niels wachten. Die is pas om 6 uur klaar en ik ga niet na 6 uur pas de kinderen eten geven. Jordi, nee, nee, je doet even wat mama zegt. We eten aardappels, vlees en groenten. Gewoon gebakken aardappels met schnitzeltje en worteltjes. Want dat vinden ze lekker. Dus dat is wat ze krijgen. En ik heb ze ook niet in hun stoel gezet. Liam zit wel op zijn stoel, maar dat wil hij graag. Dus lekker laten zitten. Sam zit daar. Hij zit hier. Lekker te happen. En Jordi zit hier. Met het bordje van Jordi zit ik op schoot. Ik eet straks met Niels. Het is wel zo gezellig. Dus ja, hier, stukjes niet zo jongen. En ik ga ook niet moeilijk doen nou. Afgelopen nacht hebben we lastig geslapen, niet goed geslapen, et cetera. Ik heb het gewoon eventjes gehad, zeg maar. En ze hebben niet slecht geslapen omdat ze ziek zijn, maar ze hebben gewoon slecht geslapen. Dat heb je wel eens, dat is... Dat kan. Dat is... Maar dat betekent wel dat ik gewoon nu eventjes voor mezelf een keuze maak in hoe ik dingen aanpak. Nou, ik moet zeggen, ze hebben super gegeten. Bord 1 leeg, bord 2 leeg en bord 3 bijna leeg. Dus ik kan zeggen, ze vonden het lekker. Wat wil je, schat? Je hebt jezelf net uitgekleed. Oh, kinderen, ik ga even iets regelen. Niels is pleitos, die is weg. Hij heeft nog mee de kindjes gedoucht en op bed gelegd en alles. En Liam ligt op bed. Jordi slaapt al. Sam die ligt half te slapen. Als je Liam hoort, dan komt dat omdat hij op de babyfoon te horen is. Dat komt omdat zijn deur altijd dicht is. Omdat hij anders de boel allemaal op stelte gaat zetten. Dus hebben we daar een babyfoon op zitten. Dus ja, we hebben gedoucht. Ik ga zo daar een keer opruimen, et cetera. Nou, hè, dat. Maar waar ik het even over wilde hebben. Er is, als jullie dit zien, 2 weken terug, denk ik. Is er op RTL Nieuws een artikel verschenen over mensen met het syndroom van Down. Dat het niet altijd een realistisch beeld geeft als die mensen op tv komen. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, want ze worden wel zeker en wel degelijk gecast. In het verleden ben ik ook zeker benaderd door tv-programma's om ergens aan mee te werken waar ik dan nee op heb gezegd. Want het gaat mij niet om bekend worden, het gaat mij om het realistisch beeld wat je behoort te krijgen. Ik ben 2 keer of zo gevraagd voor zoiets, maar daar heb ik op allebei de keren heb ik daar nee op gezegd. De reden is dat ik het daarmee eens ben, is gewoon een feit dat deze mensen worden daarop gecast. In het feit wat binnen hun kunnen ligt. En vaak kunnen ze beter uit hun woorden komen, et cetera. Omdat ze hier gewoon iets beter eraan toe zijn. En ik wil niemand voor de schenen schoppen, et cetera. Want... Net zoals bij een kind zonder een beperking. De een kan HAVO aan, de ander kan MAVO, VMBO, MAVO aan. Dat is bij het Down-syndroom ook zo. Hè? De een is wat verder in bepaalde dingen, de ander minder ver. En zo heb je eigenlijk zeg maar een heel wisselend beeld wat je hebt bij iemand met Down-syndroom. Maar ik ben het er wel mee eens dat deze mensen worden uitgezocht op hun kunnen en doen.
En dat is niet verkeerd, dat is niet wat ik zeg, maar het geeft niet een volledig realistisch beeld. En daarom zijn we bijvoorbeeld ook deze vlogs begonnen en dit kanaal gestart, om te laten zien van, hey joh, luister eens. Mijn kind heeft het Down-syndroom, maar het is niet het uiterste van goed of het uiterste van slecht. Het is gewoon een middenmoot. En dat is Jordi ook wel degelijk. Jordi die is 5 jaar, maar hij is geestelijk is hij eigenlijk maar 1 jaar. En dat merk je in eigenlijk alles, zijn doen en laten, ze kunnen, et cetera. Bepaalde trekjes die hij heeft, passen ook echt bij Down-syndroom. En ook bij hiersprong, maar voornamelijk bij Down-syndroom. En ja, het is gewoon niet realistisch om te denken dat mensen met het Down-syndroom gelijk alles kunnen. Of er gaat een hele lange weg vooraf voordat het zo is. Of het zit gewoon niet binnen hun bereik om het te kunnen. En dat is niet erg. En dat is niet dat het dat ze daardoor minder belangrijk zijn of wat dan ook, absoluut niet. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het inderdaad echt een slecht realistisch beeld is wat ze op tv geven. En Jordi bijvoorbeeld, ze verwachten dat hij geestelijk maar 4 of 5 jaar gaat worden. Hij is natuurlijk nou 5 jaar, maar het binnen zijn kunnen en handelen, et cetera, zal hij waarschijnlijk maar zo oud worden. Kan hij dadelijk praten? Weten we niet. Kan hij dadelijk zijn eigen kont afvegen? Weten we niet. Zal hij zijn levenslang luiers moeten dragen? Weten we niet. Dat is allemaal onbekend, dat hoe een kind zich ontwikkelt. En nou is het bij Jordi wel natuurlijk zo, hij heeft heel veel buikpijn. Dus daardoor is hij heel erg in de groei, in zijn geestelijke groei belemmerd. Omdat hij gewoon in die buikpijnklachten zit. Daar zijn we ook allemaal wel over eens en alles. Dus dat is niet erg, hè. Maar ik wil wel eventjes dat jullie weten dat ik het wel eens ben met dat artikel. En wij zijn ook deze vlogs begonnen om te laten zien van, hey, het is niet altijd kommer en kwel, maar het is ook zeker niet altijd goed. En Jordi ontwikkelt zich op zijn eigen maat en op zijn eigen niveau. En daarvoor zit hij ook op de speciale school waar dat hij op zit. Maar ik vind het wel degelijk heel belangrijk dat mensen een realistisch beeld hebben hiervan. Want ja, ik heb mensen met het syndroom van Down gezien die eigenlijk geestelijk of mentaal of hoe je het ook wil noemen, dat ze gewoon slechter eraan toe zijn dan dat Jordi zelfs is op deze leeftijd. Maar ik heb ook gezien dat ze er beter aan toe zijn dan dat Jordi is. Dus ja, je hebt net als, zoals ik al zei, het niveauverschil. En dat is bij Down-syndroom ook gewoon. Alleen, ja, een realistisch beeld krijgen is wel heel lastig. Op deze manier zoals het op tv gepresenteerd wordt. En nogmaals wil ik benadrukken, dat maakt ze niet minder belangrijk. Want Jordi maakt het niet minder belangrijk dat hij is zoals hij is. Voor mij is Jordi hartstikke belangrijk en heb ik alles voor het kind over. Net zoveel als dat ik voor Liam over heb of voor Sam. Daar heb ik ook alles voor over. Het zijn mijn kinderen, mijn vlees en bloed en daar doe ik alles voor. Dus ja, een realistisch beeld, nee. Maakt het ze daarom minder belangrijk? Ook nee. Maar ja, de tv moet wel een keer gaan kijken van wat is dan wel realistisch. Een tijdje terug hebben Niels en ik een serie gekeken, of een documentaire eigenlijk, volgens mij op NPO 1. Volgens mij is een documentaire. En Annette Barlo, die heeft vroeger in Oppassen gespeeld. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar dat is echt voor way back. Ze heeft wel meerdere series of films of wat dan ook gespeeld hoor, maar dat is wat ik heel eventjes realistisch kan zeggen. Zij heeft ook een broertje met het Down-syndroom. En hun hebben een documentaire gemaakt over hoe dat het is. En tot nu toe, alles wat ik heb gezien, is dat het meest realistische beeld wat je maar kan vinden. Ja. Het is echt het meest realistische beeld. De zus van Annette Barlo, die heeft heel veel zorg, neemt ze over.
van haar vader. En je ziet eigenlijk een beetje de overgang, et cetera. En ook met corona en alles. Je ziet een beetje het beeld zoals het kan zijn. En ik zeg niet dat Jordi zo gaat worden. Dat weet ik allemaal niet. Daar ga ik ook niet op vooruit lopen. Maar dat is een realistischer beeld dan dat tv-programma's maken. Ja. Vind ik wel. Nou is het niet zo dat het geen mooie tv-programma's zijn. Zoals Down the Road en dat soort dingen allemaal. Dat vind ik allemaal mooi om te kijken. Maar heel realistisch is het niet. Dat was even wat ik wilde melden. Ik wilde even mijn mening erover geven. Omdat ik zelf dat wel belangrijk vind. Hoef je niet belangrijk te vinden natuurlijk. Maar ik zelf vind dat wel belangrijk. Omdat ik natuurlijk Jordi heb. En ook in mijn omgeving wordt hierover gesproken. Van, hey, ik heb Down the Road gezien. Maar hè, zou Jordi dan zo en zo worden? En dan moet ik mensen ook wel eens teleurstellen. En zeggen van, nou, dit is niet een heel realistisch beeld. Je moet eerder zo en zo denken en zo en zo kijken bij Jordi. Dus dat wilde ik even gemeld hebben. Is niet slecht, hè? Nogmaals, is niet slecht. Nu ga ik even opruimen hier, want ik heb bendemakers. Ja, heel veel bendemakers. Dus ik ga opruimen. Goedemorgen. Jordi is naar school gebracht door Niels en ik kan hem nu gaan ophalen, want hij heeft koorts, verhoging, weet ik het. We gaan het kijken. Dus ik had boodschappen gedaan met Liam en nu op pad weer om Jordi op te halen. Hij is thuis. Volgens mij is er niet veel aan de hand. Ik ga later uitleggen waarom. Oké, ik ga even uitleg geven. Als eerste wil ik wel zeggen dat school hier niet fout aan is. School heeft gewoon gehandeld zoals hij moet handelen. Ik ben ook niet boos. Helemaal niet. Het is gewoon zoals het is. En ik snap hun ook wel. Maar het is als volgt. Bij Jordi is het zo. Bij meerdere Downkindjes is het zo. Dat ze de temperatuur niet kunnen reguleren. Op het moment dat hun omgevingstemperatuur warm is. Nou is het momenteel wel zo dat je niet weet wat je kind aan moet doen. Dus ik heb hem gewoon een trui aangedaan en een joggingbroek. En dat vindt hij over het algemeen ook gewoon prima. Alleen als de omgevingstemperatuur dan te warm is, kan hij zijn temperatuur niet meer reguleren. Dus er zit ook altijd een shirt, t-shirt met lange mouwen zit er altijd in zijn tas. En dat als er iets aan de hand is, dat hij dat altijd aan kan. Nou is het zo dat hij een temperatuur had van 38. En ik zei, ja, kom eraan. En toen zijn ze met hem buiten gaan wachten. En toen fleurde hij weer helemaal op. Dus toen zei ze ook van, ik snap het niet, want hij fleurt nu weer helemaal op. Dus toen heb ik haar ook uitgelegd hoe dat bij Jordi werkt. En toen zei ze, eigenlijk is dat wel heel logisch. En ik voel mij heel stom. Maar ik snap hun ook wel. Want als je een kind koorts heeft, zit hij gewoon niet lekker in zijn vel. Maar de volgende keer gaan ze eerst met hem naar buiten. Gaan ze eerst even kijken of dat het prima voelt. En dan pas gaan ze bellen. Niet dat dat moet, maar ze zei van, ik snap wel wat je zegt. Inmiddels zijn we weer thuis. We hebben Sam opgehaald. Jordi, er is niks mis mee. Die is gewoon vrolijk. Die is gewoon blij. Dus die gaat morgen gewoon weer naar school. En ik ben nu flesjes melk aan het maken, want ze zit te zeuren melk. Oh, en ik moet zorgen dat Jordi zover klaar is. Zodat hij daar met Niels mee kan, want Niels komt zo naar huis. Want hij moet naar het Radboud, naar een psycholoog of psychiater. In verband met zijn trauma die hij aan zijn kont heeft. Dus, ja. En toen gingen we eten. Niels is intussen weer terug met Jordi. Was een goed gesprek geweest. Oké, je krijgt een hapje, jongen. En wij gaan gewoon lekker eten. We eten macaroni, Jordi niet. Jordi krijgt het met de rijst. Goedemorgen. Niels is hier met Sam naar school aanbrengen. Ik moet daar naar de huisarts. Yay, voor mezelf. Een tijdje terug ook meteen gestoten. Die was ontstoken. Speelgoed wat hier af en toe ligt. Nou, dat was allemaal geheeld. Ik had een speciale zalf, fusiline of zoiets voor gekregen. Prima, leuk, doen we. Ja. Het was geheeld. Staat hier dat stom locomotiefje,
Wacht, ik zal hem even laten zien. Dat smerig kreng staat midden in de weg. Nou is het dus zo, hè. Hier is het helemaal ontstoken, want hier is dat stukje uitgegaan. Nou, dit trekt dus helemaal hier. En de ontsteking zit dus hier nu. Gisteravond was dat nog niet, dus zat hij nog hier. Maar nu zit hij dus hier. En je ziet het ook niet zo heel goed met dat licht wat je nu hebt. Maar ja, ik heb straks even mijn cameralamp erop gedaan. Oh, wacht. Misschien dat ik dat wel kan doen. Ja, hier zie je het beter. Nou, dus zoals je ziet. Ik heb, normaal heb ik dat dus niet. Want normaal ziet het er zo uit. Maar je ziet hier dus. Dat het dus helemaal rood aan het gaan worden is. Dus hij is aan het verspreiden, de ontsteking. Oep, boom. Dus ja, en kijk niet naar mijn tenen, want ik heb verrotte tenen, et cetera, prima. Maar ja, het hoort er dus niet zo uit te zien, want zo hoort hij eruit te zien. Dus, ja, dat. Dus ja, hè? We gaan maar even naar de huisarts ermee. Ik wil er niet mee afwachten met de kerstdagen. De assistent zei ook van, dat is niet slim om daarmee te wachten. Kom maar gewoon om 9:55. Dus ik moet over, ja, half uur ongeveer moet ik zorgen dat ik mij klaarmaak en dat ik bij de huisarts kom. Auw! Dat is mijn andere voet, jongen. Dus ja. Lompe mensen, lompe dingen, denk ik dan. Ik ben alleen maar iets te lomp af en toe. Ik ben bij de huisarts geweest. En ik heb weer fusidine crème gehad. En we gaan het zien hoe dat het loopt. Ik ga nu even naar de winkel met Sammy. En dan, ja, ik weet niet hoe laat het is. 10 uur of zo. Dan ga ik Sam thuis gauw iets te eten geven. En dan om 12 uur moeten we Liam ophalen. Dus dat gaan we doen. We hebben Liam opgehaald. Hi! Hi! Oh, ja, oké. Okay. En Sam ligt al op bed. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En mama, goed zo. En papa, vinden elkaar nog steeds heel lief. En wij doen elkaar kusjes geven. Kusjes. Liam vindt mama ook nog steeds lief. Die doet ook kusjes geven. En oma. Papa. Goed zo. En opa. Nee, opa. 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 En dan zeggen we dank. Goed zo, dank. Ja. Goed gedaan. En nou zijn we klaar. Nou zijn we klaar. Ja. Goed zo. Goed gedaan. Zo doen wij dat de hele tijd oefenen. Ja. En als ik iets tegen hem zeg van mama. Mama. Dan ziet hij aan mij dat ik het gebaar maak. Zo, hè. Kusje. Ja! Yay! Dus zo doen we dat. Ja, en we hebben bijna vakantie, hè? Morgen nog schooltje. En dan hebben we vakantie. En heeft papa ook een week vakantie. Gezellig! Inmiddels hebben we Jordi opgehaald. En Liam en Sam zitten daar.
Niels die gaat nu daar examen doen. Dus daar zit ik mee in mijn hoofd. Liam is vandaag heel vervelend weer. Prima, mag, kan. Ik heb jeuk, moet krabben. Ja, dat. Ze eten vandaag poffertjes. Ik heb geen zin om moeilijk te doen voor de kinderen. Dus ja. Ik ben moe, ben kapot. En we doen het er maar mee. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Hey, Niels thuis. Ja. Wat hebben we gedaan? Wat heb jij gedaan? Ik heb mijn theorie-examen gehaald voor mijn opleiding van koeltechniek. Gefeliciteerd. Dankjewel. En toen je thuis kwam hebben we gegeten. Ja. Nu ligt de kindje op bed. En nou gaan we chipjes testen. Ja, want ik heb weer iets meegebracht. Ik heb deze meegebracht. Dit was van de week, vorige week in de aanbieding. En ja, ik dacht laten we het eens proberen. Wat is het voor chips? Het is hot chicken wings flavor. Oké. En hij staat op 2 vlammetjes van de 3. Maak jij hem open? Ja. Eerst ruiken. Eerst ruiken. Hij ruikt wel naar hot wings. Ja. Pittig is hij. Hij smaakt wel. Ja. Oei. Hij smaakt naar die. Hij is pittig, ja. Hij smaakt naar die. Die al vorige kruiden. Maar de pittigheid komt later. Hij kan niet tegen pittigheid. Ik. 3 sterretjes ga ik niet proberen, denk ik. Nee, maar. Ja, ik kan er wel 2, dat weet je, maar. Ja, het is wel lekker, maar. Ja. Die. Van de 3 die we getest hebben nou. Dus deze de beste. Ja. De rood gekruide kippetjes. Ja. Die tv-sticks, of hoe noem je dat? Ja. Die. Drumsticks. Nee, ja. Die heb je ook in drumsticks en een bouten. Mm-hmm. Maar je hebt ze ook in mini. Ja. Daar smaakt het naar. Alleen er zit een pittig nasmaakje aan. Nou, die is pittiger als de Hot Wings. Dit is pittiger als Hot Wings. Mm-hmm. Als die, dit is pittiger als die, die gewoon zeg maar wat je maakt in de winkel. Maar inderdaad, deze komen wel in de buurt. Ja toch? Mm-hmm. Nou. Nou we dit toch aan het testen zijn. We gaan ook deze ups en dan afsluiten. We gaan nog wat opruimen. Kerstkleren klaarleggen voor morgen voor de kindjes. Samen lekker dag te kijken. Ja, ik samen met jou. Ik wou net zeggen, mij niet gezien. Ik volg dat niet. Dus, ik moet nog een aantal dingetjes even doen. En dan is het weer tijd voor bed. En tevens ook het einde van deze vlog. Dus, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.